Ben jij wel eens bang in je nagelstudio? Ben jij wel eens bang voor vervelende dingen die kunnen gebeuren? Vervelende dingen die kunnen gebeuren doordat jij nagels doet, bijvoorbeeld? Het allerergste wat er kan gebeuren in een nagelstudio, naast het feit dat het huis instort, is het ontwikkelen van een allergie. Een allergie voor kunstnagelproducten is natuurlijk best lastig als je nagelstilist bent, want eigenlijk betekent dat dat je niet meer kunstnagels kunt maken of zetten. Allergieën zijn ook de laatste tijd veel net nieuws geweest. Er is plotseling, lijkt wel ontdekt, dat je allergisch kunt worden voor kunstnagelproducten. Maar, als jij al eerdere afleveringen hebt gezien, was dat al bekend sinds 1941. Sinds 1941 is er geconstateerd dat acrylaten, de grondbestanddelen van onze producten, mogelijkerwijs bij 1,7% van de bevolking allergieën kunnen veroorzaken. Dat neemt niet weg dat je je wel op de juiste manier moet beschermen als je in een nagelstudio zit. Bij magnetic nail design is dat de absolute basis die je leert op lesdag 1. Hoe moet je je beschermen tegen de chemicaliën waar jij mee werkt? En soms worden mensen al een beetje bang van het woord chemicaliën, maar je weet, alles om ons heen, behalve licht en elektra, is een chemische stof. En alle chemische stoffen kunnen problemen veroorzaken. Behalve als je ze op de juiste manier gebruikt. Nou, dat juiste manier van gebruik vind je natuurlijk in de inlay. Daarin staat hoe je het product moet aanbrengen en waar je het product moet aanbrengen. Maar er staat ook dat je je moet beschermen. Gebruik nitrielhandschoenen tijdens het werken, om ervoor te zorgen dat de acrylaten niet jouw huid kunnen penetreren. Zorg voor een goede stofafzuiging, zodat je het nieuw gevuilde vuilstof niet inademt. Zorg voor een veiligheidsbril zodat de producten niet in je ogen komen. En zorg ervoor dat je een goed mondmasker draagt zodat je het niet allemaal inademt. Maar in de kern is de veiligheidsmaatregel die jij moet nemen eigenlijk heel simpel en duidelijk: doe niets met het product waarvoor het product niet bestemd is. Gebruik het niet op de huid. Stop een penseel niet in je mond. Gebruik het product alleen op de gekeratiniseerde natuurlijke nagel en hard dat product net zo lang uit als dat er wordt aangegeven in de inlee. Doe je dat, ontwikkel je geen allergie. Ga je kleine sluiproutes nemen of je gaat kleine dingetjes toch doen of niet doen, dan ontstaat er de kans dat je een allergie gaat krijgen. En een allergie gaat in stadia. Het is niet dat je meteen allergisch bent voor de rest van je leven. Nee, natuurlijk niet. Een allergie verloopt in stappen. Het begint met een lichte irritatie. Stel je voor dat je op je werkkant, s'avonds als jij gewerkt hebt, een beetje jeuk hebt. Of je begint, als je een vrouw bent, een beetje jeuk hier te krijgen bij je décolleté. Gewoon een beetje, nou, een beetje warm, een beetje vervelend, een beetje jeuk, maar dat trekt weer weg. Dat is een eerste teken dat zich ergens een soort allergische reactie begint te vormen. Dat jouw immuunsysteem al vechter stuurt naar de plek waar die acrylaten jouw lichaam inkomen en daar al een barrière gaat vormen. Want eigenlijk is dat niets anders dan vocht wat naar die plek wordt geduwd om zich te beschermen tegen de invloeden van die allergenen. Nou, doe je niks, komt dat na verloop van tijd, wordt die uitslag of die jeuk net iets erger. Doe je dan nog niks, dan ontstaat er een allergie. Dan krijg je open wonden, dan krijg je ook echt eczeemklachten. Dus je handen gaan heel erg pijn doen. Soms, sommige mensen krijgen zelfs griep of koorts en kunnen echt zichzelf heel onprettig en ongelukkig voelen. En dan is eigenlijk de schade al gedaan en is ook ononwendbaar. Je kunt dat niet meer herstellen. Het enige wat je nu kon doen is vanaf vandaag, vanaf het moment dat jij dit kijkt, denken bij jezelf en besluiten bij jezelf: ik ga de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. Ik zorg ervoor dat ik geen kans loop op allergieën. En dat doe je, en ik zal het herhalen, door het dragen van nitriel handschoenen. Geen latex, maar niet triel, want dat zorgt voor de beste bescherming. Het dragen van werkkleding. Ook zorgen dat je lange mouwen hebt zodat het niet op je huid kan. Een goede stofafzuiging. Een goed mondmasker en een goed oogmasker. Doe je het, en ik zou er nog een schort bij doen, want ik wil mijn kleding goed beschermen. Maar dat is persoonlijk. Doe je dat, loop jij geen risico en jouw klant al helemaal niet. Denk eraan hè. als jij leest over allergieën. Het zijn meestal de nagelstilisten die de allergie ontwikkelen en niet de eindklanten. Bij de eindklanten moet er echt regelmatig verkeerd zijn gehandeld. Daarom terug naar veiligheid boven trends. Kijk in de inleef van je producten of neem contact op met de producent van jouw producten en vraag: hoe gebruik ik jouw product veilig? Want het antwoord dat. Daarop zorgt ervoor dat jij lang jouw werk kunt blijven doen. Bij ons is dit vanaf moment 1 in de basisopleiding het allerbelangrijkste persoonlijke bescherming tegen chemische, chemicaliën en chemische stoffen. En dat is waarom ik kies voor Magnetic.